Hij was afgelopen week misschien wel de bekendste hond van Nederland. De 9-jarige Friese zit al meer dan 200 dagen in de dierenopvang Amsterdam. En hij is eigenlijk op zoek naar een nieuw huisje voor kerst. Een hartverscheurende oproep werd meer dan 1 miljoen keer bekeken op Facebook en er werden duizenden tweets aangeweid. Dus voor Friese gaat het waarschijnlijk wel goed komen. Maar hier in de Doha in Amsterdam zitten veel meer honden en katten die ook een warm huisje zoeken voor kerst of oud en nieuw. En wij gaan even kijken wie dat nou zijn. It's gonna be a Bij jou op schoot zit een moeilijk geval. Die heeft ook een mooi strikje omgedaan, zie ik. Kun je wat meer vertellen over deze kat? Dit is onze Joep. Joep is een kater van 14 jaar. Hij is helaas blind. En dat is voor hem best wel natuurlijk een grote handicap. En voor ons ook om hem te plaatsen. Want het is best wel moeilijk om daar iemand voor te vinden die daar doorheen kijkt, letterlijk en figuurlijk. En zegt van, nou Joep, kom maar bij me wonen. Dit is Friso. Wat is het verhaal van Friso? Ja, dit is Friso. Friso is helaas een zwerfhond. Hij is heel mysterieus. We weten het niet. Hij wordt dan binnengebracht door de dierenambulance. Maar de laatste tijd begint hij steeds sipper te kijken. Dus ja, we moesten echt even aan de bel trekken om nog een huisje voor hem te gaan vinden. Jullie hebben toen aan de bel getrokken met een oproep op Facebook. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen, heb ik het idee. Ja, het was ook eigenlijk een geintje. Ik vond nog ergens een strikje. Ik denk, nou, ik doe dat strikje erom. We zetten dat kleine kerstboompje ernaast. Kijken wat er gebeurt. En binnen no time hadden verschillende kanalen het opgepikt. En was de post binnen 1 dag 1 miljoen keer bekeken. Ja, we zijn aan het buitenverblijf van een andere hond, want Friso is waarschijnlijk onder de pannen. Wat kunt u vertellen over deze hond waar we nu zitten aan? Degene die ons ook leuk leek om nog wat extra aandacht te krijgen is Felix. Ja, zijn eigenaar heeft niet zo goed voor hem gezorgd. Die kon hem ook niet terugnemen. En het is een echt stuiterbal, een werkpaard. En hij is net even iets te oud voor het werkcircuit. Dus het is heel lastig om deze hond kwijt te raken. Dus wij hopen echt dat iemand met de hobby hier op af gaat komen.